Like deze video sneller dan dat ik mijzelf verander in een geheim Piggy karakter voor extra geluk in je leven. Ik ben sowieso sneller. Ik bedoel, oh, ik heb geen haar meer. Ik ben kaal. De like challenge begint nu. Oké, luister. Ik heb heel erg veel muntjes, maar ik moet sneller zijn en een epische skin vinden. Ik ben de toekomstige Piggy. Veel mensen geloven het niet, maar veel mensen geloven het ook weer wel. Er zijn verhalen, er gaan verhalen over een groot experiment waarbij professors werken aan een onsterfelijke Piggy van de toekomst. Een Piggy die mechanisch is in plaats van vleesig. Dat klinkt raar. Met andere woorden, ik ben een robot Piggy en ik ben nog nooit zo blij geweest om met elektronica in aanraking te komen. Oké, we gaan een huisdier kiezen. Ik neem Georgie als huisdier. Tenminste, ik denk dat dit Georgie moet voorstellen. Dit is een Piggy-spel waarbij wij verschillende soorten geheime Piggy's kunnen ontgrendelen om onszelf daarin te veranderen. En waar wij verschillende areas kunnen ontgrendelen om daar superveel Piggy muntjes te verzamelen. Oké, de eerste area vandaag is de carnaval area. Dit is zo amazing. Oké, dus alle paarse muntjes die zijn van een bepaalde waarde. Alle rode muntjes zijn van een bepaalde waarde. En hetzelfde geldt voor de witte. Ah! Er zitten twee piggies achter mij aan. Oh, dat is zo creepy. En dat zijn echte piggies voor alle duidelijkheid. Dat zijn geen spelers vermomd als piggy. Dit is the real deal. The thing that can destroy you. Oké, luister. Ik heb nog 78.000 muntjes over. En ik zie dat de area voor mij 75.000 muntjes kost. Het is ook gelijk de laatste area in het spel. En het ziet er best wel een soort van episch uit. Ik denk, natuurlijk, dit moet het laboratorium voorstellen waarin ze dus nu bezig zijn met het maken van de Piggy die ik nu speel. That's pretty amazing. Oké, er zijn een aantal dingen die ik kan doen. Alleen, ik ben er nog niet echt over uit wat hetgeen is dat ik wil doen. We kunnen even in de winkel kijken. Er zijn hier verschillende soorten hoeveelheden met muntjes die we kunnen halen. Maar eigenlijk wil ik mijzelf veranderen in een niet bestaande Piggy. En dat is, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, it's a me, Mario. Oké, het is best wel prijzig. Het is echt serieus heel erg prijzig. Maar op zich, 100 Robux, hè, kost dit Piggy. Oh, wat heb ik nou gedaan? Nee! Wat? Oh, you are kidding. Ik klikte mis. We kennen allemaal de welbekende oeps, misklik wel. En met mijn misklik heb ik zojuist 50 Robux uitgegeven. De helft van de 100.000 muntjes die ik kreeg. En ik heb dit karakter hier unlocked. Oké, ik moet zeggen, het is ook wel één van de meest epische karakters die er is. Hè? Ik bedoel, het is een hoofdrolspeler in het hele Piggy-verhaal. Het is namelijk Mr. Potato. Alleen dan ook een soort van, ja, een soort van toekomstige variant. Hij is namelijk half cyborg, half potato. It's pretty amazing. Oké, ik ga mezelf erin veranderen in 3, 2, 1. Dit is hoe je verandert in een Piggy karakter. Oh, dit is zo nee! Come on! Ik zit vast. Ik zit letterlijk vast. Oh, nee, laat maar. Het doet het alweer. Oké, that's pretty amazing. Alleen, dat is natuurlijk niet helemaal degene die ik wou. Al deze karakters zijn even duur, dus ik moet er één kiezen. Ga ik de Piggy Sonic unlocken? Mr. Carrot, niet bestaand karakter, maar zeer geliefd als die zou bestaan. De Hydra Piggy. Dit is letterlijk de aller zeldzaamste Piggy die er ooit heeft bestaan en die er ooit gaat bestaan. En die er bestaat. En ja, ik ga mezelf erin veranderen. Eigenlijk is dit een soort van de allersterkste Piggy die er is. Oké, dit is letterlijk de opper Piggy. Zeg maar, de meeste mensen noemen het ook wel de 1000 Robux Piggy. En dat komt simpelweg omdat in de meeste games kost de Hydra Piggy 1000 Robux. Ik heb gewoon geluk dat ik dit spel heb gevonden waarbij die een stukje minder duur is. Alsnog best wel veel Robux, ongeveer 100. Maar toch. Oh gosh! Dit is zo amazing. Alleen, weet je wat ik natuurlijk echt heel erg graag zou willen?
deze area. Kijk, dit is namelijk de area waar ik de mogelijkheid heb om, zeg maar, de echte piggies te ontmoeten. Het probleem is alleen, het kost 1000 Robux. Superprijzig. Er moet toch een andere manier zijn om er misschien overheen te klimmen. Of overheen te glitchen. Ik weet het niet. In ieder geval, ik ga kijken hoeveel piggies ik kan ontgrendelen in 10 seconden tijd. Oké, de tijd gaat nu in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, ik weet niet hoeveel piggies dat waren, maar ik wil ze sowieso even uittesten. Sowieso even uittesten. Zijn er in ieder geval meerdere soorten piggies waarin ik mezelf nu kan veranderen? Er is eigenlijk één soort van good guy en één soort van bad guy piggy. En dat is de engel piggy en dat is een beetje de duivelse piggy. Dit hier is de engel piggy, dus eigenlijk de goede piggy. En dit is de slechte piggy. Dus dat is op zich best wel opvallend. Trouwens, het is misschien ook wel grappig. Zeg maar, ik heb nu zojuist de noob piggy unlocked. De allergoedkoopste piggy in het spel. Dat is deze. En dat is best wel grappig, want dit is dus de allergoedkoopste piggy in het spel. Terwijl ik op dit moment dus ook de allerduurste piggy in het spel kan zijn. Dus dat is op zich wel leuk. En dit was de goedkoopste. 10 Robux voor deze piggy. Terwijl ik voor die andere... Of nou, $10. Niet per se Robux, maar dollar. Terwijl ik voor de Hydra piggy... echt veel meer betaald. Dus eigenlijk gewoon New Piggy versus Pro Piggy Challenge. Dat is waar het op neerkomt. Maar ik heb ook een andere Piggy ontgrendeld. En dat is de Memory. Oh, deze is zo gaaf. Deze is zo eens. Oké. Nou, weet je. Het is tijd om nog meer Piggy's te unlocken. 100 Robux. Het is zo prijzig. Maar dat wel. Voor niets minder. Oh, heb ik de Mario Piggy eigenlijk al unlocked? Nee! Ik heb... You are kidding me. Dat is juist degene waarvoor ik in eerste instantie, zeg maar, dat geld wou hebben. De Mario Piggy is vrij! Boeia! Stel je nou eens voor, jij zou een Piggy mogen bedenken gebaseerd op een bepaald karakter. Misschien een Noob Piggy die letterlijk geel is, zoals de Roblox Noobs. Of misschien wel een Steve Piggy, een Minecraft Steve Piggy. Wat zou het zijn? Laat in de comments weten. Maar dit is pretty amazing. Dit is pretty amazing. Oké, ik ga nu mijzelf... Wacht, kan ik mezelf niet sneller laten rennen? 100 Robux. Dat vind ik duur. Dat vind ik erg duur om net iets sneller te kunnen rennen. Dat vind ik echt heel erg duur. Maar ik kan mijzelf dus wel veranderen nu in de Mario Piggy. Zeg maar, geruchten gaan dat je hoger kunt springen als je de Mario Piggy bent. Want in het Mario spel kan Mario best hoog springen. Dat hoofd is mega. Dat hoofd is mega. Ik spring denk ik wel iets hoger. Of misschien lijkt dat gewoon zo. Oké, nu heb ik nog precies genoeg voor één piggy. Eigenlijk is dit de echte noob piggy. Ik ga het gewoon doen. Ik heb al mijn munten uitgegeven in dit spel. Oh, deze kan ik ook nog kopen. Wauw. Wauw. En wauw. Ik heb gewoon 3 nieuwe piggies unlocked. That is pretty amazing. That's pretty amazing. Oh, dit is... Oh, de baby piggy. Oh, eigenlijk is dit gewoon het leven van Piggy. Dit is letterlijk het leven van Piggy. Dit is Piggy als een baby. Dan is dit Piggy als volwassene. En dan is dat daar met 3 hoofden Piggy als eindbaas. Ik blijf dit toch wel het meest episch van allemaal vinden. Ja, we hebben gewoon het leven van Piggy gezien. Het leven van Piggy in Roblox. In ieder geval, ik ga proberen nog zoveel mogelijk muntjes te verzamelen. Want, hey, de muntjes die zorgen ervoor dat we uiteindelijk weer nieuwe Piggy's kunnen unlocken. Het is zo gaaf dat er in dit spel zoveel verschillende soorten Piggy's zijn. En er gaat zelfs een gerucht op de website van dit Piggy-spel wat ik nu speel. Dat er binnenkort een Golden Piggy wordt toegevoegd. En deze Golden Piggy is niet zo makkelijk te ontgrendelen. Ontgrendelen? Ontgrendelen. Het is namelijk de allerduurste Piggy die Roblox ooit heeft gekend. Met een waarde, gelooft of niet, van 10.000 Robux. Dat is zo prijzig. Maar ook wel weer episch. Ook wel weer episch. In ieder geval, we hebben echt super veel muntjes op dit moment. Dat is het voordeel. Eigenlijk moet ik naar de laatste area. Daar zijn de muntjes namelijk nog meer waard. En met die muntjes kan ik uiteindelijk wel weer nieuwe piggies ontgrendelen. Check this out.
Elk paars muntje geeft mij 600 muntjes tal. Oké, hoeveel krijg ik voor 1 oranje? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoeveel geeft 1 oranje muntje? Ze worden allemaal weggepakt. Alle oranje muntjes gaan weg. Ik wil ook een oranje muntje. Oké, die kan ik daar misschien nog meenemen. Kan ik dat oranje muntje daar meenemen? Nee, dat kan niet. Nou, in ieder geval, voor meer Piggy doe een like en adios.